even moeite om het erop te krijgen. En wat ik hier heb is een nieuwe deurbel. Je zou je misschien kunnen afvragen, is de oude kapot dan? Waarom koop je een nieuwe? Nee, de oude is niet kapot, hij doet het nog perfect. Maar er zit geen camera in. Ik ben met smart home producten net als een kind met speelgoed. Dus laten we hem snel verder uitpakken uit plastic halen en zo. Dit is de deurbel van Eufy Security. Of Eufy Security kan je ook zeggen. En dit is niet zomaar een camera deurbel. Maar deze deurbel heeft twee camera's. Zodat je alles perfect op beeld hebt. Van de schoenen van de persoon tot het puntje van zijn hoofd. Wow. Eerlijk, dit ziet er echt vet uit, hè. De resolutie waarin die filmt is 2K. Color Night Vision. Je kan hem bekabeld aansluiten en een batterij. Beginnen met de chimney, of ik spreek het uit. Zit hier een SD-kaart in, moet of kan. En ik weet niet of dat dan, of het dan is om even het geluidje in te laden ofzo. Maar het is ook een hele rare achterkant. Nooit gezien. Misschien hebben we alle shines, chimneys, dat. Ga snel door naar de camera zelf, de deurbal. Zo. Hij is nog best groot eigenlijk. Kijk, knopje. Doe nog niks. Maar dat is hier bij het Eufy logo. Zit een camera. En hier onderin, op het andere logo, zit een camera. Nou, hier heb ik dus ineens de batterij in mijn handen. We hebben hier. Oei, nog meer. Ik ben maar gewend hier, joh. Zo. Een nieuwe sticker. Protected by UV Security. Audio Video Surveillance. Oh, dat is een positioneringsplaatje. Dit is waarschijnlijk ook, ja. Het is ongeveer even groot als de deurbel zelf. Dus dan hoef je niet iedere keer de deurbel ervoor te houden. Maar kan je gewoon gemakkelijk met dit plaatje even tegen je deur houden. En te kijken waar je best kan hangen. Wat zie ik? Waarom is het allemaal in het Chinees? Ah ja, Nederlands. We hebben de achterkant. Van de deurbel. Ik doe het. Gewoon gemakkelijk doen. Oh, ik kan hem op de kop. Kijk, dat doe je gemakkelijk zo. Floep. Het is ook best wel dik en groot eigenlijk, hè. Ik hoop dat we hem nog eraf krijgen trouwens. Shit. Zie ik hier? Ineens een doorzichtig plaatje of zo, zo'n wit plaatje. Als volgt hebben we hier de stroomstekkers. Ja, die dus op de stroom moet aansluiten, volgens mij. We hebben nog een paar schroefjes. Met van die plugjes. Amerikaanse stekker. Een pinnetje met het Eufy logo, heel vet. Een opladkabel, USB-C. Dat is waarschijnlijk voor de batterij. En hier hebben we een Europese stekker.
Dan stierf ze waarschijnlijk hiervoor. Ik was er wat er een uur mee bezig, maar dat kwam door mijn wifi-netwerk. Ik heb een gasnetwerk op 2,4 GHz en een hoofdnetwerk van 5 GHz. En het 2,4 GHz werkt niet en 5 GHz ook niet. Dus heb ik een andere wifi gebruikt die ook op 2,4 GHz werkt en die deed het wel. Dus als je deze deel gaat installeren, let goed op dat het een echte 2,4 GHz netwerk is. De Chimney of the Chime werkte wel gewoon op het gaste 2,4 GHz netwerk, maar daar had hij ook wel even een beetje moeite mee. Als alles is geïnstalleerd, is het nu tijd om de deurbel op te hangen. In tegenstelling tot de deurbel waren de schroeven echt slecht. Het kopje was gauw uitgesleten op het moment dat je juist veel kracht moest zetten. Dus met de originele schroeven die bij de deurbel zaten, kreeg je de deurbel niet vast aan de muur. En daar heb ik de schroeven gepakt die ik toevallig nog had liggen en heb ik die maar gebruikt. Als de montageplaat eenmaal vast aan de muur zit, is het tijd om de deurbel vast te klikken. Volgende week de review van de Eufy deurbel E340.